Hoe ging het vandaag? Ja, goed. Ik vond het een leuke dag. En heel ontspannen en leuk. En de sfeer is goed. Dat is natuurlijk logisch, omdat ze hebben vrijdag gewonnen. Na een tijdje weer. En wat nog veel belangrijker is dat ze gewonnen hebben nadat ze met 1-0 achterkwamen. Dat is voor de eerste keer dit seizoen. Dus die ploeg heeft aangegeven dat ze in ieder geval bereid zijn om te knokken. En dat ze het al kunnen. En ik denk dat dat de grote winst van afgelopen vrijdag is geweest. Als ik je mee mag nemen naar die vrijdag. Je hebt vandaag natuurlijk voor het eerst op het veld gestaan. Maar hoe ging jij naar die wedstrijd toe? Nou ja, hoe ging ik naar die wedstrijd toe? In eerste instantie om te kijken naar de kwaliteiten van het team, maar ook van de individuele spelers. En je probeert altijd natuurlijk wat dingen uit zo'n wedstrijd te halen die je zelf kunt gebruiken. In een nabespreking die ik gehouden heb, overigens heel kort. En die nabespreking bestond er voornamelijk uit dat ik ze gecomplimenteerd heb. Met het feit dat ze nou niet echt bepaald heel erg goed gespeeld hebben. Maar dat ze wel het karakter getoond hebben om die 1-0 achterstand, om die om te zetten. Voor de eerste keer dit seizoen. En daarom, dat vind ik zo knap. Want die ploeg die heeft natuurlijk verschrikkelijk op zijn donder gekregen. En met name in de laatste thuiswedstrijd. En als je dan zo terugkomt, daar neem ik mijn petje voor af. En dat geeft heel veel vertrouwen voor de toekomst. Ja, je zei voetballend vond ik het nog niet geweldig. Wat heb je precies wel gezien voetballend? Nou ja, om te beginnen, dat veld dat was zo slecht. Dat een voetballende ploeg, en dat is Sparta, die is sowieso dan al in het nadeel. Een ploeg die dan de lange bal hanteert, dus wat FC Dordrecht over het algemeen doet. Die hebben het dan iets makkelijker. Maar dat hebben ze heel snel onderkend. En in de tweede helft zijn ze ook gaan knokken. Zijn ze echt gaan vechten. En dan dwing je ook het geluk af. Want het was natuurlijk best een beetje gelukkig allemaal. Maar je maakt dan wel 2 goals en je wint die wedstrijd. En dat is een fantastisch begin van deze serie. Die 2-1? Ja, dat was bij mij ook natuurlijk opluchting. Want je begint natuurlijk liever met een ploeg die net een overwinning in de tas gestoken heeft. En waarin de sfeer dan ook goed is. Terwijl als je eerst dan moet beginnen om de kopjes omhoog te gaan laten komen. En iedereen moed in moet gaan spreken. Dat vergemakkelijkt je werk niet. Dit was een ideaal begin voor mij. Dus dan neem je mee, deze ploeg heeft tikken gehad. Toont echt karakter, dat is een voordeel. Dat begint lekker te vallen. Je hebt 3 punten, begin je mee. Dus mentaal zit het. Dat is de kapstok waar we mee beginnen. Ja. Daar kun je dingen aan ophangen. En voor de eerste keer dit seizoen 1-0 achter en toch winnen. Als overwinnaar van het veld afstappen. In een uiterstrijd. Nou ja, dat is hartstikke goed. En vanuit daar moeten we dus verder gaan. Dus alle kritiek die er op het elftal geweest is. Slap en geen beleving en geen bezieling en noem maar op. Dat hebben ze in één klap overboord gegooid. En ze zijn geknokken. En dat is goed. Heb je ook het indruk, toen je daar zat, hier zit nog veel meer in? Nou, er zit altijd meer in een elftal natuurlijk. En welk elftal je ook kijkt. Als je dan heel kritisch gaat kijken, dan is ieder elftal wel voor verbetering vatbaar. Zelfs als je naar Barcelona kijkt. Kunnen de dingen beter. Nou, jij kan het weten. Ja, nou ja, god, dus daarom. Dus in de uitvoering kunnen altijd dingen beter. Alleen je moet gaan kijken naar de basiskwaliteiten. Zijn die basiskwaliteiten voldoende? Nou, die zijn meer dan voldoende, vind ik. Het gaat er alleen om te leren in een hele korte periode. Om het samen te doen en om iets voor elkaar over te hebben. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Als je bereid bent om voor elkaar te knokken. Je hoeft elkaars vrienden niet te zijn. En ik weet wel dat het allemaal clichés zijn die ik uit de kast haal. Maar je hoeft elkaars vrienden niet te zijn buiten het veld om in het veld wel voor elkaar te willen werken. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel. En daar is zo snel mogelijk de Jupiler League uit. Nou, viel me vandaag op dat je heel veel met spelers ook sprak, juist over communicatie. Die indruk had ik althans. Van meer elkaar coachen nog. Nou ja, dat is ook heel erg belangrijk, dat je met elkaar praat, want dan maakt het elkaar makkelijk. Als ik een bal naar een medespeler speel en er zit iemand in zijn rug en ik zeg niks, dan is de kans vrij groot dat hij hem kwijtraakt. Maar als ik hem waarschuw, hey, er is iemand in je rug of ik roep kaats. Dat maakt het voetbal voor allemaal gemakkelijker. Ja. Nou, je zegt, ik moet niet zeggen dat ik verrast ben, maar je zegt meer dan voldoende kwaliteit. En jij zei zelf al, als iemand het kan weten, dan ben jij het eigenlijk wel gezien de mensen. Dat heb ik niet gezegd over mezelf. Dat zei ik althans. Dat zeg jij. Maar als je bij Barcelona hebt gezeten en je hebt min of meer Messi laten debuteren volgens mij. Natuurlijk,
als je zo lang trainer bent als ik, dan heb je wel een bepaalde mate van ervaring, neem je mee. En dan zie je dingen misschien iets sneller dan met anderen zien die net begonnen zijn aan een carrière. Maar het gaat er gewoon om dat je, het is heel simpel, dat je de poppetjes op de juiste plek zet. En dat je die poppetjes met elkaar laat communiceren en samen laat spelen. En met de nadruk op het woord samen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ik vind het allerbelangrijkste is trainen met een glimlach. Nou, dat lukt wel vandaag. Ja, maar dat zal je iedere dag gaan zien. Trainen met een glimlach. Dat weet je zeker dat dat... Dat weet ik zeker, want dat is het allerbelangrijkste wat er is. En daar zullen we ook ontzettend de nadruk op leggen. Dus dan moet je de spelvormen gaan kiezen, of trainingsvormen gaan kiezen, waarin dus veel beleving in zit. Waarin er een winnaar, in ieder geval een winnaar uit moet komen. Altijd competitief. Inderdaad, want wedstrijden zijn competitief. En met name datgene waar wij op dit moment voor staan, is uitermate competitief. Ja. Mag ik je meenemen dan begin van deze dag? Je komt hier aanlopen, er staan meteen twee fotografen en ik ook nog bovenop je neus. Een beetje gekhuis toch wel, of niet? Ja, ik heb wel gekker meegemaakt nog. Maar ik heb ook in Griekenland gewerkt. Nou ja, het hoort erbij. Ik hoop alleen niet dat het iedere dag zo is. Want het liefste werk ik in alle rust met de spelersgroep. Maar het feit dat er vandaag dan ook wel weer behoorlijk wat mensen langs de kant staan om naar de training te komen kijken, dat geeft wel een goed gevoel. En het bewijst ook een beetje dat het vertrouwen en de hoop bij de Sparta-supporter weer een beetje teruggekomen is. En ik denk dat dat een hele goede basis, goede opstap voor ons, voor het team en voor de staf. Als je iets wil bereiken, dan moet iedereen er ook in geloven. En wij geloven erin. En ik heb het idee dat de supporters er nu ook weer in geloven. En als we er nou met z'n allen in blijven geloven, dan kunnen we een eind komen. Dan moet je ook strelen, want dat idee heb ik ook. De mensen die hebben echt het idee, Henk de Kater voor de groep, die is hier al eerder geweest. Jij staat voor kwaliteit blijkbaar. Nou, dat weet ik niet. Ze kennen mijn voetbalvisie, dat is een ding wat zeker is. En daar zijn we hier een aantal jaren geleden, ook met heel veel jonge spelers, die ik toen uit de tweede helft al heb gehaald, zijn we succesvol geweest. En het is overigens geen garantie, maar ze weten wel waar de coach Henk de Kater voor staat. En daar sta ik nog steeds voor. Kan jij dat spel wat jij voorstaat, en dat, mag ik dat zeggen, dat aanvallend met vleugels? Nou, ik heb ook al vrijdag gezegd in de persconferentie, of donderdag was dat. Ik kan in die hele korte periode, kan ik voetballen niet zo heel veel veranderen. Niet zo heel veel veranderen. En dat heeft te maken met het feit dat de tijd gewoon heel erg kort is. Het gaat voornamelijk om winnen. En we moeten van wedstrijd naar wedstrijd leven en proberen om iedere wedstrijd een positief resultaat te halen. En daar komt de nadruk op te liggen. Het was absoluut niet sprankelend tegen Dordrecht. Maar je gaat wel met een lachend gezicht de bus in, omdat je met 3 punten naar huis gaat. En het zal mij een rotzorg zijn als we de eerstkomende 4 wedstrijden weer niet zo geweldig spelen, maar wel iedere keer met 3 punten naar huis gaan. Dat betekent dat wij uit die 5 wedstrijden 15 punten gehaald hebben. Dat betekent dat wij gedaan hebben wat we hebben moeten doen. En dan nog ben je nog maar afhankelijk van een andere ploeg. Want we hebben het helaas niet meer in eigen hand. Maar we kunnen wel eind komen. Ja. Ken je die Jupiler League een beetje zoals het tegenwoordig aan toe gaat? Nou, natuurlijk ken ik de Jupiler League wel. Ondanks het feit dat ik dan niet permanent in Nederland verblijf. Heb je de beschikking over internet tegenwoordig. En in Spanje heb ik een schotel. En dan kan ik alle Nederlandse en andere wedstrijden uit andere landen kan ik bekijken. Ik hou van voetbal, nog steeds. En ik kijk ook nog steeds heel veel voetbal. Dus ook de Jupiler League. En het vreemde is dan, de ploegen die ik het meeste gevolgd heb in de Jupiler League, dat is dan Sparta en Go Ahead. Want daar heb ik iets mee met die twee clubs. En het is goed dat ik vind dat Sparta in de Eredivisie terug moet, vind ik dat ook Go Ahead weer terug in de Eredivisie moet. En dat zijn nou eenmaal twee ploegen, vind ik, met een rijke historie. En die ook echt, denk ik, iets te zoeken hebben in de Eredivisie. En ik hoop dat het beide gaat lukken. Een rijke historie. Westie zei het volgens mij vandaag op de kop af, 17 jaar geleden, dat je hier 1-0 won van Feyenoord, halve finale beker. Dat is een leuke bijkomstigheid. En misschien wil het wel iets zeggen. Ja, geloof je in dat soort dingen? Kleine...
Het is in ieder geval beter dan het een donkere dag geweest zou zijn. Niet dat er iets naars gebeurd was 17 jaar geleden. Op de kop af vandaag. Dus wat dat betreft zijn we in ieder geval positief begonnen. Ja, er is morgen een feestje bij Sparta. Ben je daar aanwezig? Bij de nee, ik ben er niet. Mijn dochter wordt 25 jaar. Proficiat. Dankjewel. Dat gaat even en die voor. Heeft een feestje. Ja. En daar ben ik bij. Jij wil bij een ander feestje van Sparta zijn? Nou ja, daar hoef ik niet eens bij te zijn. Je zei ook dat het min of meer een eerbetoon was dat je hier zit. En dat was een heel persoonlijk verhaal. Ik weet niet of je daar antwoord op wil geven, hoe dat precies in elkaar zit. Ja, god, ik vind dat we daar niet nou heel erg de nadruk op moeten blijven leggen. Ik heb het uitgelegd waarom ik het gedaan heb. Ik heb hier 18 jaar geleden was dat, heb ik mijn allerbeste vriend leren kennen. Die is een Sparta-sponsor en die helaas veel te jong 5 jaar geleden is overleden. En hij ging veel met me mee naar wedstrijden kijken en naar spelers bekijken. Dat is ook wel eens in de Jupiler League. En ik weet nog dat hij daar zo'n verschrikkelijke hekel aan had. Dat vond hij zo verschrikkelijk. En hij wilde dat Sparta dat alles altijd maar bespaard zou blijven. Nou, en op basis daarvan heb ik gedacht, nou, dan doe ik dat nog een keer voor hem. Als eerbetoon aan mijn vriend. En dan wil ik nog één ding uit de weg helpen. Want als ik dus zeg dat ik pro-deo werk, betekent dat dus dat ik pro-deo werk. En pro-deo in mijn optiek is voor niets. Dus ik krijg ook geen bonussen, wat er op sommige televisieprogramma's geroepen wordt, dat ik wel een bonus krijg. Ik krijg geen bonus. Ik krijg hopelijk een heel klein stukje in de Sparta-geschiedenis. Vandaag stond je vooral op het veld, dat is misschien wel logisch gezien de wedstrijd met de jongens die tegen Dordrecht speelden. Nou ja, die hebben natuurlijk arbeid geleverd op vrijdagavond. Het is vandaag de tweede dag na een wedstrijd waarin het lichaam de minste belasting veelt. Dus ik heb de jongens die niet gespeeld hebben, die dus ook aan hun trainingsarbeid moeten komen, heb ik iets harder laten trainen, iets extra's laten doen. En ik heb me vooral bezig gehouden met de groep die gespeeld heeft. Omdat ik ook tijdens de training zo tussendoor liep en kon zeggen wat ik geconstateerd had afgelopen vrijdagavond. En ik heb een aantal een compliment gemaakt en een aantal wat toegesproken in de positieve zin. En wat we proberen is de stemming goed te houden. En het goede gevoel wat die jongens van vrijdagavond uit Dordrecht hebben meegenomen, om dat te houden, zo lang mogelijk. Met een paar knuffels? Ook dat hoort erbij. En soms ook een draaimee horen, want dat is nou eenmaal voetbal. Nou, welkom terug. En heb je plezier gehad? Zie je het niet aan mijn gezicht? Ja, ik zag het. Ik heb het gevoel dat ik eindelijk wel straal, maar... Ja. Uitstekend. Oké, graag gedaan.